At the edge of the embrace? Yes. Now be on your way. Is something else bothering you? No, I'm fine. Ik heb juist de tutorial gedaan. Daarvoor heb ik al een beker gekregen, een trofee. Maar ja, dat houdt ook niet veel in. Je moet gewoon doen wat ze zeggen. Maar ja, ik kan het ook wat spannender maken door gewoon ja, een beetje zin te doen. Je kan ook kiezen tussen drie manieren van reageren. In deze context van na de beproeving nog andere opdrachten en extra onderdelen halen, is het niet. Er staat altijd een symbooltje voor en daarin kun je dan een keuze maken hoe je reageert op bepaalde evenementen of situaties. Zoals daarnet, waar dat meisje waar ik mee speel is eigenlijk een outcast samen met die man, omdat ze moederloos is en moederloos in deze in dat spel is eigenlijk hetzelfde als ja, een paria. Je wordt verstoten door de stammen en moet enkel met de persoon die daar bij haar staat optrekken, maar er is een uitweg en dat is de hoe noemen ze de mothers of zo, en die kunnen haar een soort van wens gunnen als ze de beproeving haalt. Dus van kleins af heeft ze dus de beproeving in haar hoofd gestoken en voor getraind. De man die nu bij haar staat heeft haar daarvoor opgeleid en nu is ze 2 dagen voor de beproeving en zal ze eindelijk denk ik weten als ze het had halen en ik kan nu een andere vraag kiezen, maar ze zal weten als ze eindelijk zal opgenomen worden bij een stam of niet, want ze heeft als ze klein was een stamlid gered. Ondertussen zal er waarschijnlijk zo'n 1 jaar of 10 verstreken zijn. En die jongen zal ook wel niet vergeten zijn. Dat zal nu ondertussen ook wel een volwassen man zijn. Want toen hij gered was door de zee, als ze klein was, heeft hij problemen gehad met zijn vader. En moest hij terug mee met de stam. En ik geloof dat dat allemaal weer zo tot een goed einde zal komen. Ik ben juist dat, dus zoals ik zeg, begonnen en het is echt wel een tof spel. Het is van de Belgische makers van Killzone, Guerrilla. Dus in de aftiteling kun je ook zien dat het Vlaamse namen zijn. Er zitten natuurlijk ook wel voor de narrating en allemaal Engelstalige tussen, maar het is eigenlijk weer ja, Nederlandstalig Belgisch spel, zoals Killzone. Het verandert mij wel dat Killzone eigenlijk de eerste toen nog op de PlayStation 2 echt wel een prachtig spel was in die tijd. Ik heb dat ook uitgespeeld, dat spel, bijna in één track. En voor een Belgisch spel, want je vindt dat niet veel van Belgische software. En als je dan de vervolgreeksen, Killzone 2 en 3 speelt, moet ik zeggen dat ik het jammer vind dat er niet veel multiplayers zijn. Want de multiplayer op Killzone is echt wel fantastisch. En voor de English
instead of Call of Duty and Fortnite all the time, play the multiplayer on Killzone. I tried to play Killzone and you all play Fortnite, 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 Fortnite. What are you waiting for? You have parts together. I spent 20 euros, it's almost same like $20. At this game for some extra items, but they change the game all the time. It's a spin-off of the game from Xbox One. From Xbox One. PUBG, hoe heet dat spel? De afkorting weet ik niet meer helemaal, maar als je echt wel Fortnite genre gerecht bent, koop dan gewoon een Xbox en speel PUBG. Het is duizendmaal beter, de kaarten zijn veel beter. Ze hebben nu ook de kaart van Fortnite veranderd door er een krater in te plaatsen met men. Andere wapens, maar als je dan je koptelefoon insteekt, hoor je dat je door een 12-jarige op je bakjes krijgt, terwijl je zelf 40 bent, en dat is wel degoutant. maar ja, die mannen spelen van 's morgens tot 's avonds hetzelfde spel. Als je kijkt bij Friends en wat ze spelen, Fortnite, Fortnite, Fortnite. Als ik een uitnodiging krijg voor een spel, Fortnite. Dus ik heb het opgegeven. Ik speel niet meer. Gewoon omdat ze mijn bakjes niet meer zien of horen. En ze laten mij dan rust. Nu met dit. Dit is een action RPG. Hoop ik van een betere... ja. Hoe moet ik het zeggen? Ervaringen op te doen. Waarvoor ik er niet echt twijfel. Bon, trap met kaars, kan kopen een struikeldraadwerper, ruil voor een struikeldraadwerper. Karst, waar zou karst zitten? Missies. Trap met kaarst, het is een actieve missie. Ik kan ook deze missie selecteren. Punt van de speer. Wacht. Klusjes. Praat met Grata. De oude paria vreemde Grata heeft vaak hulp nodig om te overleven. Ze praat alleen als ze bidt met de almoeder, dus het is niet makkelijk om te begrijpen wat ze wil. Niveau 4, dat is nog niet voor mij, denk ik. Omdat ik nog maar juist begonnen ben, ook toch al niveau 3 zie ik. Vreemde Grata. Ja. Actief. Vermoedelijk is die klus al actief. Ja. Deactiveren, ja, is actief. Ik zal nog een keer op mijn map kijken. Wacht, is er nog niks anders open? Dus ik heb ook al 3 vaardigheden gekregen. En ik heb ze verspreid over de 3 vakgebieden. Dus roofdier, moedige en verzamelaar. Wat ik gekozen heb is de tijd vertragen als je recht tijdens het springen of tijdens het glijden. Druk tijdens het richten op R3 om de tijd te vertragen. Bijvoorbeeld bepaalde dieren hebben zwakke punten en als je op R3 drukt heb je dus meer tijd om bijvoorbeeld dat zwak punt te raken. En bij verzamelaar heb ik
je vindt extra natuurlijke grondstoffen. Wat dat natuurlijk makkelijk is om je items te craften. En ook om geld te verdienen als je ze verkoopt aan winkels en genezers of van alles. Ik kwam nu op de volgende vaardigheid, om een stille val te maken. Want ik wil het echt wel op snelheid doen, niet op sluipen. Want ik herinner me bijvoorbeeld, hoe heet dat spel weer? Met Sam, dat je daar, damn it. Maar ja, je bent een soort soldaat en je moet Hans het spel sluipen en kills doen. En hij is dan ook verouderd in een andere versie, bijvoorbeeld zoals in God of War nu. Die met zijn, als je hem vergelijkt met de eerste God of War, is hij nu met zijn kaalgeschoren hoofd en zijn baard een heel andere man die met zijn zoontje op baan is. Ik heb het nog niet gespeeld, maar het staat wel op mijn verlanglijst. Samen met Far Cry 5 en The Crew. Voor The Crew heb ik al een voorschot gegeven, voor The Crew 2. De 29e juni kan ik gaan afhalen. Dus ja. Met mijn punten van mijn games dat ik koop, had ik een bon. Ik heb die als voorschot gegeven voor mijn pre-order op de Crew 2. Het is een beetje zoals Red Bull nu, met die vliegers. Die door die ringels moeten vliegen en allemaal. En de nieuwe wagens, de jeeps van Mercedes en al. Alle nieuwe wagens zitten erin. Van 2018, 2017. Ik denk wel dat het een spectaculair spel gaat worden. Je gaat door heel Amerika natuurlijk weer. Ik vind het jammer dat ze het niet Europees maken. Het zou wel iets tof zijn om door Europese landen te rijden in plaats van steeds door Amerika. Amerika moet ook altijd alles op hun kaart hebben. Daarom vind ik het tof dat het eens zoals dit spel hier door Belgische softwaremakers zijn. Bon, ik zal een keer terug gaan. Ik ben vriend te kijken op mijn kaart naar waar dat moet. Ik zal eerst een keer naar dat kampvuur gaan. Ik vermoed dat ik hier met de touw naar beneden moet. Dus Aloy, dat is het vrouwtje daar waar ik mee speel. Die knappe griet met roze haren. Niets is mooier dan een vurige roste, zoals ze zeggen bij ons. Vroeger werden ze uitgelachen, nu zijn ze het centrum van het seksisme. Keer zien wat ze te zeggen heeft. Druk op de kaart om de kaart openen, maar wat is er te zeggen? Ik heb geen vaardigheid bij, denk ik. Is er hier iets? Ik zie nergens geen uitroepingsteken staan.
Dan zijn ook stelselmatig komen er ook dieren bij. Dat zijn de twee dieren dat ik tot nu toe. Deze kan je vergelijken met koeien. Die doen niks. Die kunnen je wel doden. Maar dus dat gebeurt zelden. Die leven in kuddes. En deze die slenteren daar een beetje rond. Dat zijn watchers. En met het apparaatje die ze als klein kind gevonden heeft in de grotten, kan ze al die dieren aanduiden en ook hun pad dat ze afwandelen aanduiden. Zodat kan ze zien dat bijvoorbeeld een watcher een bepaald parcours aflegt en kan ze zo vooruit sluipen zonder gezien te worden. Want als ze gezien wordt door een watcher, wordt ze ook gedood. Maar een watcher heeft stukken in zijn lichaam die veel geld opbrengen. Bijvoorbeeld het oog. Dat is bijvoorbeeld een zwakke plek om te schieten. Kijk, als je dan lager kijkt, zie je zeldzaam bij een watcher zijn het hart. Natuurlijk, dat is allemaal mechanisch bij deze. Handelaars kopen die op. De waarde is 20. De lens, ook voor de handelaars, de waarde is 10. De machinekern, klein en zeldzaam, ook 20. En je kan die allemaal verkopen voor metaalscherven. En metaalscherven kan je dan weer gebruiken voor wapens. En si en la. En doremi. En fa sola sola do. Je hebt dan ook kabels. En daarmee kan je munitie maken, voorwerpen maken, handelen met verkopers, verkopen voor metaalscherven. Dus metaalscherven staan wel centraal in het spel voor je wapens. Omdat die dieren natuurlijk ook wel metaal zijn. Een vonker. Alle machines, verkopers, dat zijn blijkbaar in ieder beest. Ik zal het maar beesten noemen, want ja, het is gebaseerd op beesten. En natuurlijk, als zo'n beest doodt, heb je ook metaalscherven. En je ziet, gebruikt voor munitie, voorwerpen maken en handelen met verkopers. De strijder is de koe van het spel. En de buit. Kijk, de bronnen voor brandstof bijvoorbeeld. Zie je daar staan, de strijder en de grazer. De watcher staat er blijkbaar niet tussen. Maar de koedas van het spel heeft brandstof. Brandstof kan je dienen voor munitie, bijvoorbeeld voor vuurpijlen in de plaats van gewone pijlen. Nu ben ik op zoek daarnaar. Dus ik zou straks waarschijnlijk hier een koe neerschieten. Want ik heb vuurpijlen nodig. Vonkers. Dat heb ik daar straks ook al gezien. Kabels, metaalscherven. De strijderlens is ook een ongewoon voorwerp. En een strijderhart is ook zeldzaam. Deze dingen brengen blauw en groen. Zijn de dingen die het meest geld opbrengen. En de grijze, dat zijn de gewone. Die brengen 1 punt van waarde op. In tegenstelling tot 20 of 10. Maar ik ga nu een keer verder kijken. Uh,
Je moet ook verzamelen. Een beetje zoals in Skyrim. Moet je verzamelen, kijk, en zie je ook het oog in het midden daar. Dus iemand heeft me in het oog. Ik weet natuurlijk niet of het Grata is die mij bekijkt of een of ander beest. Dit is door op R3 te drukken. Je ziet nu die blauwe cirkel rechts van haar hoofd. Dat is het voorwerp die ze als kind gevonden heeft. En daarmee kan ze eigenlijk veel ja, mechanische beesten situeren of voorwerpen of andere dingen in het spel die eigenlijk belangrijk zijn voor de vooruitgang. Ik geloof dat ik iets gehoord heb van een beestje. But I can also speak in English to a to make my audience bigger. Améliorer, zeggen ze in het Frans, maar in het Engels krijg ik het er niet uit. Kijk, zoals je ziet, met dit voorwerp kan ze zien dat er bijvoorbeeld een kampvuur is op 206 meter. Nu ben ik me aan het verwijderen, maar ik zal een keer rondkijken als er daar ergens een beestje zit. Hup, het is markeer een zwijn. Ik zal er een keer naartoe sluipen om te zien wat het zwijntje te zeggen heeft. Want, maar ik kan natuurlijk eerst naar het vuurtje gaan en een save doen. Ik zal handmatig opslaan. Altijd handiger. Dan die quick saves. Nou ja, blijkbaar vraagt het spel ook om een snelle opslaan te nemen. 7 regelplanten, 69. Maar ik moet mijn zwijntje niet uit het oog verliezen, hè? Daar zie je. Er is nog een ander, dat is een wasbeer. En daar, een kanoen. Zoals ze zeggen in West-Vlaanderen. Normaal gezien kan ik nu de tijd vertragen. Shit, ik ben te traag. Allee, kom aan jongen. Voilà, ze. Maar vlees. Dat zijn dus blijkbaar echte dieren. En geen mechanische. Medicijnen hebben we niet nodig. Buidel is vol. Ja. Ik heb dus die twee andere dieren nageduid. Maar ik hoor hier hans de tijd een vreemd geluid. Een zwijn, ik ga het ook aanduiden. Galoef, zoals ze zeggen in de Arabische landen.
zal proberen te sluipen tot daar. Ik weet nu niet of ze dat ergens opslaat, ook als ze tasty zegt. Ze moet niet al dat vlees in een keer opeten, nee, dat ze geen dikke kom krijgt. Hè. Ah, oké. Okay. Dat is ook te verkopen voor metaalscherven, met handelaars, voorwerpen maken. We hebben er veel scherven voor over. Ah ja, interessant. Kabels, nou, die hou ik. Aanpassingen hebben we nog niet. Upgrades dus. Ja, ik heb het in het Nederlands gezet. Ik zou het best eens aanpassen. Voor mijn publiek een beetje te vergroten. Teksttaal resetten. Hoofddeksel tonen, grafische kaart, taal gesproken staan even, de ondertitels, de spraak, de besturing, daar heb ik ook soms miserie mee, die XNAS bij sommige games. Staat dat heel verkeerd of moet je die omdraaien omdat je als je bijvoorbeeld met je wapen wil naar beneden schieten, ga je wapen naar boven in de plaats. Dat zijn de gewentes en sommige gameproducenten houden daar geen rekening mee, maar gelukkig kun je dat altijd aanpassen. Hier heb ik niet veel aan veranderd. Ik heb gewoon de verhaallijn gekozen omdat ik gezien heb op game rankings op internet dat je voor de trofies op verschillende moeilijkheidsgraden moet spelen voor de trofies. Dus ben ik begonnen met stories. Dat is eigenlijk nog geen moeilijkheidsgraad, want je hebt, makkelijk achteraf, gemiddeld, moeilijk, extra moeilijk, ultra moeilijk, maar ik heb gewoon verhaal gepakt. Ik heb het niet gemakkelijk genomen of zo. Ik zal zien wat het verschil is. Fotomodus weet ik ook niet wat dat is. Zicht, camera rollen, expression, scherp, stoer, verbaasd, stoer, stoere expressie, speler, ah ja, oké. Okay. Ah. Je kan ze sexy maken. Kijk, zoals de voetballers. De uitdrukking op haar gezicht een beetje veranderen. Nee, verbaasd niet. Maar haar handen staan in de weg. Een
beetje scherp. Zij is aan het... De paria. Serene. The aftermath. Hope. Abundance. Preparing. Okay, preparing. Camera roll. Dus. En nu kan daar eens kiezen. Scherp. Oh. This is not good, man. Rand. Nee. Klein logo. Ja, dat is niet mis. Groeten uit sneeuwachtig moederhart. Kan dat niet ergens anders staan? Een raster. Oké. Ik zal een keer een foto nemen, hè. Maar ze moet wel een beetje dichter, hè. Maar dat groeten uit moederen, ah, een kleine groeten aan uit ben niet tevreden over de plaats van de speler en de logo. Vignettering. Een beetje vignettering. Oké. Intensiteit 100%. We gaan er een keer proberen een mooie foto van te maken. Nee, maar ik ga ze recht zetten. Dat ik die... Oh. Kan ook wel anders schijnen, hè. Yeah. You can check out her ass. A dreamer. Reflection, Stargazer, yeah, Stargazer, beetje inzoomen, and now I'm gonna try to put the greetings. Yep, and now picture time. Wat moet je afdrukken? Tell me, diafragma. Maar daar had ik niet te veel aan prutsen. Dat was goed. Maar ga ik even kijken naar de belichting. Ja, helderheid. Oké. Kleurfilter. Oh. We go back in time. This is one of the first games they made in the 20th century. This is pre-war. Sepia. I like this color because when I draw with ink and pens, I usually take this color to draw old buildings or castles or something.
It's a nice color. Like the pictures from the 19th century. From like you see much on graves from the old days. This is also nice. A warm glow, pink cross process, summer cross process. I like this one, the warm glow cross process tree is also nice, classic, no, vivid, black and white. I'm gonna take the glow. The hot glow, but I don't find the button to take the picture. Do I take a picture in this game? The answer, my friend, is looking in the end. The answer is looking in the end. Let's pretend this is the picture. Because I don't, or I have to go there for the picture. Screenshot saved. Facebook, share, okay, so this is on your Facebook, normaal gezien, main fotootje. En Grata had even moeten wachten. Grata has to wait. First I'm gonna earn some money. Oh. I cannot go that far, so I have to lure the animal this way so I don't get out of the strange. I have to wait to go that far. Inventory. What do they give me? This and this is nature. Okay, used for metal shards and selling to dealers and make items. So
sommige grondstoffen heb ik wel te veel. Some of them I have already too much, I think. 76 of those ritual pans. Now I'm gonna look for some meat, cable, meat. This is, I already have one lens. How many 16 arrows? Okay, maybe I can show how to make arrows. Een keer zien als ik kan tonen hoe ik munitie kan maken. Ik denk opdracht maken. Ik moet bij mijn opdracht blijven. So, dus moederhart. Kampvuur. Scrapper locatie. Metaalscherven. Ik had daar een keer even. Een vlaggetje zetten. Blijkbaar moet ik daar ook naartoe. I'm gonna put a flag because I think I have to go this way, because if I go that way they tell me I leave the game. So I go back. I was trying to hunt, but the animal is in the area where I cannot go, so I go back. Damn, I just pushed. Okay. Collect metal shards. This I have enough. I don't know if this has something to give. No, or somebody already took all the pieces. Just another piece of my heart now, baby. I need that heart, man. And it's the most valuable item of the animal. And when I say animal, what do I think about? Voices inside my head. Oh, who is this? Do any
thing, so I think I don't see his face. Show me your face, man. Oh. What was that? Ah, yeah, I flagged the scrap metal. That's why I see the animal there. No. Oh. The noise already takes the attention of one of the animals. Where are you, my friend? I need your heart and the rest of valuables. I'm gonna take the deep road. Today I was watching some YouTube movies about Fallout also, and for the people who still play on their PlayStation 3, maybe it's a good idea, if you like, to play Fallout 3 a second time or for the first time. Because it isn't as bad as you think, but when you play just the game, you have only 25% of the map that you play. So please look and talk to the people for side quests and everything, because if you put lines on the map from the beginning to the end, there is not much map you do. And Fallout 3, okay, but in New Vegas, it's like 20% of the game you play. I don't understand why they put so few map entries. Ah. Look, now I can. These are the watchers. I have to be careful. Very careful. It's my first time. Now I have to. I'm gonna try to take out this one first. Oh, whoa, 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 wrong button. Whoa, what was that? That was this one. I don't see his face, I cannot shoot.
shit. I'm gonna throw a rock. I try to shoot him in the face. Please look, 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 look. Turn your head. Turn. Oh, damn it. Oh, this one saw me. I was trying to aim for the... I need the parts. I don't stay out of the way. First I'm gonna think, I think this is the cow. Oh, it's a watcher. Metal shorts. Yeah, nice, man. So now I can make the point of a spear level 3. Talk to cost and bias. A wire shooter, a trip wire shooter. Yeah. I can also trade for a trip wire shooter. I can make fire arrows. I need to find 3 striders for their fuel, and I need to collect 4 more metal shards. Inventory. Feathers. Value 10. It's not bad. It's green, blue. Blue is 20, green is 10, gray is 1 from value. So meet love. Paradise by the dashboard light. You see, gray value 1. It's nothing. Vonker. I tried to change it for English people or people who talk English, but until now it seems not to work. I'm gonna try again.
Oh, no, this... This... I'm stuck... in Dutch. But I took English as a spoken language. That's I have to craft. The feather. What does the feather to my bow? When I use the +5% damage. Okay, my first modification trophy. I don't know if I have something else to craft in this bow. No. But I don't think that's the end of it. Or is it? Whoa, don't try for me, man, mother. That was in his eye. And that was in his eye. Without hesitating, man. That is from playing Call of Duty and all the other shooters. Without hesitating, shooting straight away. This I need. Okay, give me a man after midnight. Okay, I'm full. I only got 7 left now. I have, but I need some fuel so I can make this one with the fire. They also say it's a side quest to make this fire arrows. Now I gonna try to be a little bit careful because there it's only a turkey. He's not responding. I give it to the American watchers if they watch for Thanksgiving, because in Belgium we are not thankful. In Europe we are selfish. I think I shot 2 of them. What? What the fuck was that? Where is the other beastie? Are you up there?
Oh, rabbit. I'm out there, but it's not me you're looking for. Oh, look. Frog, can you hear me? How well done it is, the rain. And on the body, straight away a wet face. I like those graphics. Most of the players, they don't think about this, but there's a lot of work they do about this. And the reaction of the players and the NPCs on weather or other things. If you play The Witcher when you're in a village, oh shut up. If you play The Witcher, take a moment, 2 minutes, and look to the NPCs, how they work and function all by themselves. It's beautiful, really. Please, Frog, come find me. I don't know you, woman. I don't know you. I don't find you, really. I go for the turkey for my American friends. Oh, those ritual plants, I almost have hundreds of them. Oh, I hear the turkey. It's your sister, Eliza! Is it a woman or a turkey? Scrapper. I think I'm gonna kill the scrapper because I'm not the scrapper. I'm gonna shoot their energy cell. Okay, these are beasties I didn't met till now. I'm here, Paul. Are you out there? Okay, those are the weak spots. Okay, I think I saw 3 of them. Scrapper lens, whoa, this is some good money. Oh, blue, 20. Well, dust. Fox, pick. Really, it's a beautiful game. I just bought it
I'm in love with, really, I'm in love of this game. Normally I cannot play 1 hour for the same game. I have to quit and change for something else. But this one, it's addictive. I'm gonna look if I can make some changes, weapon changes maybe. Nothing. Armor. Inventory. I'm gonna look my inventory. Rare. Ultra rare. 12% protection to melee attacks, 5% protection to distant attacks, 15% ice resistance, and this is the most expensive I found yet, 25. I think I did a good job there. It's not to make myself better or something, but it's the first time I played this and I already did a good job. I have a scrapper lens, a watcher lens. So the scrapper lens is for selling, for metal scrap. The watcher lens, selling, scrapper metal, metal piece. Used for dealing with sellers or selling for metal shards. The metal tanker is for make ammunition, make what is this? Items, dealing with salesmen, and sailing for metal scrap. The rest I already show. This is not infection route. So the infection route is for making items or selling for metal scrap. I have two of these. So, what are the notations? Oh yeah, the new animal I killed, the scrapper. His body, heart, outer layer of synthetic muscle, and protective guiding system, energy cell. You can shoot the cylinder. I know you can get a ground dust from the cylinder. You shoot on this part with shock arrows for an explosion, and this explosion electrocutes everything in the area. So when this beastie is surrounded by other beasties, they are all electrocuted. You only have to shoot his ass.
Look, you see when I change from this to this, the part on his back glows, and they say destroy this part to destroy the scanner. So this beast works with a radar. He has radar love. It's better to take them quick, because when you're on the radar, you're dead if you're not quick enough. And now the money part, value 1, value 4, the metal keeper, the metal shards, that is for me, that's for ammunition also ammunition, selling ammunition, selling metal scrap. This one is value 20, value 12, value 25 for the scrapper heart. And the scrapper heart is for selling and metal scrap. And now crafting. Can't I craft something? Oh, I can make, wait, a shock trap. This trap doesn't kill, but seduce the enemy for a while. Okay, that's one. Health potions, nothing. No more potions. Carry capacity. Upgrade for carrying stuff. No munition. Okay, some arrows. Travel. I need some fat meat. 15 ritual plants, 1 skinny meat, and 1 fat meat. Fast travel package. And what is the item? Okay, the item, that's this. What I just brew, the shock trap. It also worth 10. I don't know the currency. Let's say dollars or euros, 10 euro for a shock trap. So now, Olara. Domo arigato. I need some the turkey. Turkey, no, turkey is not so fat. Where is Broma? Where is Olara? This is one stupid animal, really. He didn't hurt me, nothing at all. Fat meat, okay. Please, it's Olara.
Was that a stupid animal, man? I stood next to him with a bow right in his back. So now I can make the fast travel package. Okay, that's one. I keep this because I'm looking for you, lady. Try to get up the ridge somehow, but I don't know how. This way. I'm gonna put some heat in my house because it's freezing. My brother was cast out, but his sentence has ended. He should have come home, but he didn't. And okay. And a Red Bull. You said that your brother's hand was soaked with blood? The Braves went looking for him, and that's what they found. All I can think about is what might have happened. Is he really dead? Or maybe just wounded? Is he suffering? Does he need help? I can't stand it not knowing. What are you doing out here all alone? Each day I cut a notch on the wall so I knew Ron's sentence was over. Then I cut three more. But he still hadn't come back. I begged the matriarchs to send Braves to find him, and all they found was a blood-soaked camp. Oh yeah, the matriarchs. Those are the ones who must grant my wish. Why was your brother cast out? Ron was always a little different. A little touched. One of the hunters had a cruel heart and never left him alone. I was gone about an hour. The hunter set after him like always, but this time, Ron struck back with a rock and split the man's skull. Spirits made him do it, he said. Whispers of the forgotten. It cost him 10 years. I never should have left him alone. What do you mean forgotten? All mother curses blasphemers who will repent, banishing them from her eternal memory. Those lost spirits are the forgotten. Ron used to say they spoke to him, told him to do things. It was such a burden for him, and there was nothing I could do to help. I'll do what I can to find your brother. Will? Then let me come with you. I won't be a bother. I know how to stay in sight. I'm faster on my own. If that is how it must be, just find him then. Please. Yes. So his her brother. Oh, it's a fox.
This is a scrapper. Another fucking scrapper. Damn. I'm gonna take out the scrappers first. He's still alive. How many scrappers were there? I think okay, I go. Porcupine. Oh, I missed him, I think. Or not. Where are you, Porky? Where are my scrappers I killed? I need my scrapper money, man. A fox. But where are the items from the killings I did? This is the one. Here, okay. So if the count is good, I got 3 of them. Or two scrappers. And I'm almost at level 4. Okay. That's the fox. Foxy. Where are you? I scared him away, but I don't give up.
infection route, always handy. And I found a campfire, if I'm not wrong. Okay, straight away. Turkey, rabbit. First I gonna try. Oh, they are very quick, those turkeys. Some rocks to distract the animals, and now the mother heart, that's where I'm supposed to go to talk to Grata, I think. Look if it's coming a little hot in here. Okay, because I'm sitting in my shorts and my t-shirt and it's not very warm. Okay, I need to find Brom first, I think, and then I go to the other woman. This is what I like to do. Which button was it? This one. Making a little noise and now looking around. There is the rabbit. Okay. Still level 3, yes. Damn. Thank you.
high grass to hide a little. What is this? Another scrapper, damn it. And I reached the level I need. Level 4. Now in level 4 I can do more. I can do more missions also. Okay, talk to Scrap, talk to Grata, and this one, Olara. I'm gonna take this one. First I'm gonna help Olara. Oh, scheisse. Damn, look there. Two scrappers again. That was close, man. Second one. Bye bye, Scrapper. I'm gonna hide and look for upgrades. Nothing. A health potion. Shock resistant potion.
infection resistant potion. Okay. Nothing. Still no fuel. Inventory. So I have 2 ultra rare, rare and rare. 12 euro or dollar, 25 and 25. Ice protection. Ice protection 15, 7. And 12% melee attack protection, 5% distance protection. Scrap heart 25. Rabbit bone. What can I do with the rabbit bone? Make items and sell. With the fast travel pack I just made, I can go from campfire to campfire or to a village in the neighborhood. Fire plant root. With this I can make items and sell and make resistant potions also. Oh, I forgot something. I had a health shock resistant. I get 19 seconds, 75 percent resistance against shock. This potion is made from extraction of the shock plant root and protects a short time against effects of electricity. And this is the same, but it's 60 seconds long for 100% resistance against infections. From infections from what? And this fills my health 150 points. Do I have ability points? Yes, 1. I just told I would take the silent 4. But maybe, wait, the brave, the collector, or the predator. Press R1 for a silent elimination of little machines and humans, or do a lot of damage to bigger enemies. And here, press R1 for a heavy attack on ground enemies. And this one is precision. You have more chance to take off panzers and items with spear attacks. And collectors use
exclamation point out of the toolbox to lure an enemy to your position. The meaning is to get him in the middle of my sight. And this is a quick heal. So what should I take? I'm gonna take the silent attack. But if you take the silent attack, press L1, okay. L1 is not the heavy attack, R2 is the heavy attack with the spear. But now I have to find Brom. Watchers, I gonna 1, 2. So three. Take this path. That's true. Raccoon, a turkey. I'm gonna sit down to watch because no, it's a pig. Okay, Brom, here I come. I'm gonna look my inventory, how much I already have now. Not bad at all. Scrapper lens.
This'll last. I already shot for my American friends some turkeys. But I need to be careful. Oh, porcupine. Something new again. A pork bone. Make items, sell to dealers. Okay. For broom. You see what I see? I still don't know what kind of beast it is. A fox, but there I think it is mechanical. No, it's a pig. Okay. Those foxes, the meat of them is not great. Whoa. That was not a fox. This must be bumped head. Better clear all those watchers. Damn, those watchers are very quick. Ah, lens. That's money. I think this was the camp where Brom was. Place where Brom was, but where is she now? Is she
taken by a beastie or something else, by humans, I don't know. End up this way. Okay. Priority goes to Brum, of course, but I don't hesitate to shoot the animals I see. Oh, blood. Okay, so he went this way. Blood. Investigate the knife. What is this? A raccoon. I have to find the knife. Someone attack Bomb with it? Looks like more blood leading away from here. So the blood track we already saw. This way. First I'm gonna watch this is a pig, okay. I mark the path. Take him.
It's on the road. Still one, I think. There. Was close. Watch your heart. A feather. Plus 8 infection. But I think those are for upgrades to my weapons. Pigskin. Make okay, and this watch 20 value. I'm gonna load my control a little. Weapon upgrade. Please give me something. When can I do another upgrade? Damn it. The map. I'm 2 hours that I am busy. Look the map, how big it is. Open world, you can go where you want. You don't, it's not necessary to follow the quest. You can do what you want. Stride location. Look, it's in 3D. You see the mountains. If I want, I can go to this campfire, to this one. Now I'm here. Here is
Mother Watch. It's a village called Mother Watch. Northern Gate. It's a beautiful game. Scrapper locations. Strider, Scrapper. Okay, Brom. I took everything I could from the watches, I think. Okay, people, 2 hours. Tomorrow I give you the rest, or maybe this evening, I don't know. But now I'm gonna watch a little CSI. Bye bye, and thank you for watching.